Hoeveel procent van je winst moet je nu opzij zetten om je inkomstenbelasting jaarlijks te kunnen betalen? Ik heb drie verschillende voorbeelden met een winst van 30.000, 60.000 en 100.000 euro, waarbij je ziet dat dit verschilt tussen de 4 en de 36 procent van je winst die je opzij zou moeten zetten. Allereerst bij een winst van 30.000 euro zie je dat je totaal opzij moet zetten 4 procent en dat komt neer op 1000 euro. Dat dit relatief zo weinig is, komt door de ondernemersaftrekposten, de startersaftrek en de zelfstandige aftrek die ervan afgaan en vervolgens ook door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. In het tweede voorbeeld van de winst van 60.000 euro zien we dit percentage al sterk omhoog gaan naar 23% en dat is in dit voorbeeld bijna 14.000 euro. De ondernemersaftrekposten blijven, maar de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden een stuk minder omdat je hier werkt met zogenaamde staffels. In het laatste voorbeeld, met een winst van 100.000 euro betaal je 35.000 euro aan belasting. Dat is ongeveer 36%. Dit is vooral meer omdat de inkomstenbelasting in box 1 is belast tegen 49,5% wanneer deze boven de 73.000 euro is. Daarnaast vervallen een groot gedeelte van de kortingen. Wil je dit nu voor je eigen onderneming kunnen berekenen? Download dan de template opzij zetten voor je belasting 2023 op thehappyfinancialcom shop.